gloednieuw bij BNR. Van alle markten thuis. De gezelligste economiepodcast van Nederland. Ho, ho. Gezelligheid. Weg ermee. De realiteit. Daar gaat het om. Kees, begin je nou al met mopperen? Oud-collega's Kees de Kort en Robert de Boek fileren alle economische zaken. Als de Waldorf en Stedtler van de Finfluencers. Abonneer je nu via je favoriete podcast-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is maandag 27 juni 2022. Een hele week ochtendnieuws. Elke dag de gratis podcast op smartphone en tablet vanaf 7 uur. Op je mobiel dus. Nou, ik praat je bij samen met Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Iwan, goedemorgen. 20 minuten, nieuws uit binnen- en buitenland, politiek bedrijvennieuws, het leuke verhaal bij het koffiezetapparaat, straks met Harry. En zometeen weer over de parlementaire enquête Groningen, of de gasenquête eigenlijk, hè, die Den Haag in zijn greep gaat houden vanaf 10 uur vanmorgen. Maar we beginnen eerst even bij een roundup van de gebeurtenissen in Oekraïne. Het is dag 124 van de oorlog daar. Het land likt zijn wonden nadat het dit weekend de stad Severodonetsk na weken vecht heeft verloren en de hoofdstad Kiev met raketten werd aangevallen. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan ze stil bij? Hoor je er iets over voor de Russische overwinning in Severodonetsk? Nou, natuurlijk, de staatsmedia die tonen dat wel. En ja, er is toch wel een triomfantelijke toon natuurlijk. Of schoon die er eigenlijk altijd is geweest. Want ja, over de verliezen wordt hier in de media nauwelijks gesproken natuurlijk. Dat ze begrijpen. Ja. Maar goed, ja, dit wordt toch wel als een duidelijke overwinning gezien. Maar het is maar de vraag of het dat... Ja, dat is het in principe wel natuurlijk. Zij het een Pirrus overwinning natuurlijk. Er zijn geweldige verliezen bijgeleden, ook daar hoor de media verder niet over. Nee. En bovendien, ja, er moet nog één stad in de regio Luhansk, Luhansk worden veroverd. En dat is die zusterstad van Severodonetsk, Lysychansk. Ja. En dat blijft toch ook een, dat dreigt toch ook een hele bloedige strijd te worden, omdat die stad bovenop een heuvel ligt. Ja, en dat betekent dus dat voorlopig de Donbass nog niet veroverd is door Rusland. Dat denk ik ook niet. Nou ja, goed, als Lysychansk wordt veroverd, dat zou toch wel weken kunnen gaan duren. Ze moeten daar ook nog voor de rivier oversteken. En dat is al een paar keer goed misgegaan, hebben we gezien. Hè, met die pontonbruggen die zijn opgeblazen door de Oekraïners. Ja, dan mocht dat lukken, dan is de weg naar ook Donetsk, de aanpalende regio, ligt open. Maar goed, daar liggen dan nog steden als Bakhmut, Kramatorsk en Slavjansk te wachten. En die zijn echt veranderd in vestingen. Die zullen de Oekraïners zeker niet zomaar gaan opgeven. Dus ja, die hele Donbass is nog zeker niet, niet gevallen. Voorlopig in handen. Van de Russen. Dan zijn er dit weekend ook aanvallen, ik zei het al even, raketaanval op Kiev geweest. Gewoon op gebouwen waar burgers wonen. Wat zegt jou dit? En ook over de timing, want die G7-top is in Duitsland bezig. Ja, goed, daar die stond natuurlijk voor een groot deel in het teken van het conflict in Oekraïne. Ja. En daarmee willen ze toch de Russen een signaal afgeven. Jongens, jullie kunnen wel over wapenleveranties praten aan Oekraïne. Maar kijk, wij hebben minstens zoveel wapens nog steeds. En wij kunnen Oekraïne treffen nog altijd waar we willen. Zelfs in het hart, zelfs in de hoofdstad. Ik denk dat dat het signaal is wat de Russen ermee willen afgeven. Dat gezegd zijnde, we zien dus ook dat de Russen weer optrekken bij Kharkov. In ieder geval, ze komen weer dichter bij de stad. De tweede stad van Oekraïne in het oosten. Ja. Ja, die stad ligt inmiddels ook weer opnieuw onder vuur. Hè. We hebben gezien een paar weken dat het rustig was, dat de Russen zich terugtrokken daar. Maar nu zijn ze weer zo dichtbij dat ze toch ook met artillerie de stad weer kunnen bestoken. Ja. En dat ook doen. Ja. Dus ja, dat zijn toch wel tekenen dat Rusland voorlopig niet uitgespeeld is. Ja. Nog niet wil ophouden. Nee, precies. Daar zagen we ook in Rusland afgelopen week filmpjes voorbij komen waarin op staatstelevisie werd gesuggereerd: wij kunnen ook de haven van Rotterdam bombarderen. Hè, Nederland gewoon bombarderen. Hoe gaat dat? Hoe probeert die Russische staatstelevisie, de media eigenlijk, de oorlog levend te houden? Ja, op deze manier. Wat we zagen voorafgaand aan
deze militaire operatie, zoals Moskou het nog altijd noemt, zagen we dat er steeds, de inzet steeds meer verhoogd werd tijdens die talkshows. Er werden de gekste dingen geroepen, waardoor je dacht al in november, december van, hey, maar zijn ze soms de bevolking aan het voorbereiden op een oorlog? Ja. Daar leek het op. Mm-hmm. Nou ja, dat hebben we gezien waar het op uit is gedraaid. Inderdaad, het is een inval geworden in Oekraïne. Nou ja, wat we nu zien is dat ze het voortdurend hebben over aanvallen op het Westen, op kernwapens en zo. En dat is toch een beetje, dat klinkt wel verontrustend als je weet wat er nu is gebeurd in februari. Dan voel je bijna van, nou ja, misschien dat ze dan nu ook wel de bevolking weer aan het voorbereiden zijn op een veel grotere oorlog. Ja. Goed, in die talkshows worden de gekste dingen geroepen. Daar zijn we op zich een beetje aan gewend. Maar nogmaals, als we terugkijken naar het nabije verleden, dan moet je je toch een klein beetje zorgen maken. Ja, dan het nieuws van vannacht, Joost. Want Rusland is voor het eerst in 100 jaar niet in staat om een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. Ze moeten gewoon een rentebetaling doen. Gisteren verstreek een periode voor een bedrag van $100 miljoen... wat ze moeten betalen aan rentebetaling. Maar dat is in dollars, dat is een beetje lastig. En de Russen zeggen nu, we willen best betalen, maar door de westerse sancties kan dat niet. Het is één grote farce. Maar is dat inderdaad zo? Willen ze betalen? Kunnen ze niet? Of kunnen ze niet betalen en zeggen ze dit? Nou, het is inderdaad waar dat Rusland heel veel reserves heeft. Hè. Ja. Het was voor 600 miljard euro's of dollars. Die zijn inderdaad bevroren voor de helft ongeveer. Ja. Die zitten in buitenlandse obligaties en dat soort dingen. Waardoor Rusland zegt, nou inderdaad, we kunnen wel betalen, we willen wel betalen, maar we kunnen niet omdat het bevroren is. Met andere woorden, ja, ze zeggen, dan zou er een soort default komen, hè, een soort ingebreken blijven. Ja. En Rusland zegt, ja, maar dat is puur technisch. Want we kunnen betalen, we willen betalen, maar het wordt ons niet toegestaan. Mm-hmm. Dus dat is een beetje de situatie. De vraag is, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Een land kan niet echt failliet worden verklaard natuurlijk, maar het kan wel ingebreken gebleven worden mm-hmm. verklaard. En de vraag is wat dan de schuldeisers gaan doen. Ja, zeker. Want de sancties kunnen nogal vergaand zijn, hè, over een land. Want het kan zijn dat zijn assets in het buitenland bevroren worden hierdoor, als ze niet betalen kunnen. Zeker, en dat is voor een groot deel al gebeurd natuurlijk. Precies. Dus ook dat met goud, hè, de goudverkoop aan banden is gelegd. Ja. Dus nou ja, Rusland wordt wel op deze manier financieel aan alle kanten afgeknepen. Ja, duidelijk. Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, Joost zei het al eventjes, op die G7-top is inderdaad besloten dat goud straks niet meer kan worden ingevoerd, hè? Volgens mij. Klopt, want, inderdaad. Ja, op initiatief komt dat van Engeland, Amerika, Canada en Japan. De Britse regering heeft dat gisteren verklaard. Zelfs voor de aanvang van de top in Duitsland, in Zuid-Duitsland, in Beieren is die. Frankrijk steunt die maatregel. En het formele besluit over zo'n importverbod van goud valt dinsdag. Er is ook de grote vraag van wat doet dat dan met de wereldgoudvoorraad? En hebben we dat nodig? Nou, dat wordt ook, goud wordt ook gebruikt in industriële processen. En dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Rusland was volgens de World Gold Council in 2021 de op één na grootste producent van goud ter wereld na China. Het land exporteerde in 2021 voor schrik niet 14 miljard euro aan goud. En de Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, die wees erop dat de Londense beurs een centrale rol speelt in de goudhandel. En omdat Amerika, Canada en Japan ook met die strafmaatregel meedoen, is de sanctie volgens hem in feite gewoon een mondiaal verbod op het handelen in Russisch goud. En hij zegt, ja, Boris Johnson zei althans, dat raakt bovendien Russische oligarchen direct. Want die hebben volgens Londen sinds het uitbreken van de oorlog fors in goud geïnvesteerd om aan de financiële gevolgen van de ingestelde sancties te ontsnappen. Dat is makkelijk, je gaat uit valuta, je stapt in goud en goud kun je overal ter wereld verhandelen. Alleen, dat is een beetje lastig nu. Als het uit Rusland komt, of er staat een Russische oligarche handtekening onder, is het niet te verkopen. Dat is een beetje lastig. Nou, dan kijkt de G7 ook nog naar het instellen van een prijsplafond voor Russische olie en gas, wat moet voorkomen dat Moskou dik verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Nou, hoe dat eruit gaat zien, dat moet de G7 nog uitwerken. Eerder, zoals we weten, kwam de EU uiterst moeizaam tot oliesancties jegens Rusland. Maar we gaan zien wat daarvan gebeuren gaat. Dat die olieboycott, die goudboycott, die zit er dus inderdaad wel aan te komen. Weten we morgen meer over.
Intussen blijft het Westen Oekraïne steunen met wapens. Amerika gaat waarschijnlijk deze week nog aankondigen dat ze een luchtafweersysteem voor Oekraïne gekocht hebben. Meldt CNN en Reuters onder andere. Dat systeem moet middellange tot lange afstandsraketten kunnen tegenhouden. Onderdeel van de aankondiging van Biden dat het land meer geavanceerde raketsystemen en munitie naar Oekraïne zal sturen. En dan komt er waarschijnlijk andere militaire hulp, zoals artilleriemunitie en counter-battery radars, waarmee je dus afgeschoten projectielen kunt volgen. Dus het gaat allemaal richting Oekraïne. Ja, dan de vannachtelijke videoconference van de Volodymyr Zelensky. Die luidde als volgt: de bevolking van Belarus, van Wit-Rusland, is opgeroepen zich niet tegen Oekraïne de oorlog in te laten slepen door de Russen. Hij zei gisteren in een videotoespraak dat inwoners van zijn buurland geen slaven zijn van Rusland en niet hoeven te dienen als kanonnenvoer. Nou, we weten in ieder geval, Belarus, met Lukashenko aan het hoofd, die is een trouwe bondgenoot van de Russen. Zaterdag bood Poetin nog aan gevechtsvliegtuigen van de Belarusische luchtmacht om te bouwen, zodat die ook kernwapens kunnen dragen. Altijd prettig. En Poetin zegt zaterdag toe dat hij Belarus binnen een paar maanden zal uitrusten met Iskander-raketsystemen. Die hebben een bereik van 500 kilometer. En die kan je zowel laden met normale, conventionele wapens als met kernkoppen. En Zelensky zei in zijn toespraak: het Russisch Kremlin probeert nu alles voor Belarus te beslissen. En riep de bevolking op zich daartegen te verzetten. Nou, tot slot over Poetin gesproken. Die gaat voor zover bekend voor het eerst op een buitenlandse reis sinds zijn aanval op Oekraïne in februari. Poetin die gaat volgens de Staatstv deze week naar Tajikistan en naar Turkmenistan, waar een topconferentie is van landen die aan de Kaspische Zee liggen. Daar zijn dan bijvoorbeeld ook Azerbeidzjan, Iran en Kazachstan bij. Poetin die wil de banden met China, India, Iran en voormalige Sovjet-republieken een beetje aanhalen, want hij is ook een paar goede banden kwijt. Dus hij probeert vrienden te smeden daar. Ochtendnieuws. Ja, dan nog iets heel anders. Er zijn diplomatieke spanningen tussen twee landen waarvan je het niet snel zou verwachten, namelijk tussen ons land en de Belgen. En die strijd, die diplomatieke strijd, die draait om wie de nieuwe vicepresident moet worden van Interpol, de internationale politieorganisatie. Nou, die is gevestigd in Nederland. NRC schrijft dat Henk van Essen, korpschef van onze nationale politie, wil dat Janine van den Berg voor die topfunctie naar voren wordt geschoven, die tot vorig jaar hoofdcommissaris was bij de landelijke eenheid. Alleen België heeft een andere kandidaat op het oog. Ja, dat is Peter de Buijser, op dit moment directeur internationale politiesamenwerking bij de Belgische federale politie. Volgens NRC konden Nederland en België de afgelopen weken maar niet eens worden over welke kandidaat nou die steun zou moeten krijgen. De mogelijke kandidatuur van Van den Berg zorgt ook voor verdeeldheid binnen de nationale politie in Nederland dus. Want onder haar leiding kwam de landelijke eenheid een paar keer vervelend in opspraak. De inspectie Justitie en Veiligheid sprak eerder dit jaar in een rapport van ongewenste omgangsvormen, vriendjespolitiek en een gebrek aan sturing. Hoge politiefunctionarissen noemen de voordracht, anoniem dan wel, een bevestiging van die vriendjespolitiek. En de krant schrijft ook dat het nog onduidelijk is of minister Jezel Guus van Justitie en Veiligheid haar kandidatuur eigenlijk wel steunt. En dat is toch wel prettig. Nou, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde, die bevestigt dat Nederland en België uiteindelijk samen één kandidaat willen voordragen voor de topfunctie. Maar wie dat dus moet gaan worden, mevrouw Van den Berg of meneer De Buijser, dat moet nog besloten worden. We gaan naar politiek verslaggever Leenert Beekman, die bijpraat over de dag in Den Haag. Goedemorgen, het is vandaag een bijzondere dag in Politiek Den Haag. De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen houdt de eerste openbare verhoren. Deze staan gepland van vandaag tot en met vrijdag 1 juli... en van maandag 29 augustus tot vrijdag 14 oktober. Het onderzoek van de Tweede Kamer moet blootleggen hoe het debakel rondom de gaswinning in Groningen tot stand is gekomen. En verder wil de commissie ook de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in beeld brengen. Vandaag worden de eerste gedupeerden gehoord. En tot slot gaan Willem-Alexander en koning Maxima naar Oostenrijk voor een officieel staatsbezoek. En dat is er geen 60 jaar meer gebeurd. Zij worden daarbij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Dit en meer vandaag in Den Haag. Dat zegt Leenert Beekman. En inderdaad, over die parlementaire enquête, die parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen, die om 10 uur dus start, zoals Leenert zei. Deze week staan er 15 kopstukken voor de commissie. Verslaggever Martijn de Rijk die was in Groningen, in dat gaswinningsgebied, Loppersum en omstreken, en vroeg zich af,
Die enquête, leeft die een beetje? Ja, nou ja, ik weet niet. We gaan het zien. Ik ben altijd heel realistisch en ik ben nooit pessimistisch of optimistisch. We gaan het zien. Voor de deur van het supermarktje in Loppersum, waar ik trouwens als verslaggever al een keer of drie gestaan heb. Groningse nuchterheid heet dat, geloof ik, hè? Ja, precies dat. Precies dat. Over naar Groningen, het Martinikerkhof, voor de deur van het provinciehuis. Ik ga inderdaad een aantal dagen naartoe om het te volgen. Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging. Nu zijn natuurlijk de openbare verhoren. Die duren sowieso tot einde dit jaar. Maar ze zijn al wel ruim een jaar ook bezig om alle belangrijke informatie te verzamelen. Ongelooflijk veel documenten. 6 miljoen pagina's? Ja, heel veel. Er zit heel veel werk al achter. Dus zij zijn al enige tijd hard aan het werk. Ja, dan zou je denken, dan leeft het wel, hè? Tot nu toe is het ook steeds besloten geweest. Ze hebben ook al besloten verhoren gevoerd. Dus het leeft bij hun natuurlijk al wel lang. Maar het publiek krijgt er tot nu toe weinig van mee. Terug naar Loppersum. Ik weet niet wat er aanstaande maandag is. De parlementaire enquête, de openbare verhoren naar het Gronings Gas gaat beginnen. Ja, dat lijkt me meer iets voor Den Haag. En daar hebben we niks mee. Hier in Loppersum heb je daar niks mee? Nee, allemaal mooie woorden en gebeurt niks. Gaat u kijken naar de parlementaire enquête? Misschien, ik weet het niet. Ik weet wel dat het over de aardbeving gaat. Maar ik heb al zoveel gepraat en gedoe gehoord dat ik geloof er zoveel niet meer in. Het duurt al zoveel jaren. Dat, ik moet dat eerst zien. De verwachtingen zijn laag. En dat heeft er ook mee te maken dat het vertrouwen in de overheid hier sowieso laag is. Dus ik merk dat veel Groningers er nog niet veel aandacht aan besteden. Op dit moment in ieder geval. Ja, dan is het de hoop dus een beetje dat er iets mediagenieks gebeurt. En van de NAM-baas die last van zijn geheugen heeft of zo. Voor lopende camera's. Dat zou maar zo kunnen. Het is een heel complex dossier wat al jaren loopt. Er is veel opzienbarende dingen zijn er gebeurd in de loop van de jaren. Dus er kan zomaar iets heel opzienbarends naar buiten komen de komende week. En ja. Dan worden ze wel wakker hier in Groningen. Ja, zeker. Dan worden ze absoluut wakker. Nou, ik hoop dat men alles eens een keer de mensen betaalt die erop zitten te wachten. Want er zijn mensen bij, ja, die wachten al jaren op hun geld. En er komt niks. Want ze hebben hier al jaren het gas uit de grond gehaald. Maar Groningen heeft er nooit wat van teruggezien. Nooit geprofiteerd er verder van. Het is allemaal in het westen geïnvesteerd. Maar daar ben ik zo benieuwd naar. Of ze eerlijk durven zijn hoe ze elkaar allemaal afdekken. Maar het gevoel dat ze zo met mensenlevens omgaan, vind ik eigenlijk veel erger als geld. En natuurlijk willen mensen dat hun scheuren gerepareerd worden, maar ze willen ook weer vooruitkijken en verder gaan met hun leven. En niet steeds maar weer moeten wachten op wat er nu weer moet gebeuren aan hun huis en welke regels er nu weer zijn. Dus dat is het voornaamste. Ja, dus niet zozeer de barst in het huis, maar het is die barst in hun ziel. Ja, dat heb je mooi verwoord. Ja. En daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat zo snel mogelijk de gaskraan ook daadwerkelijk dichtgedraaid wordt. Want dat is ook de enige oplossing om zeker te weten dat de problemen hier in Groningen ook daadwerkelijk opgelost worden. Ja, Merel Jonkheid hoorde je van de Groninger Bodembeweging. Een aantal bewoners van de gemeente Loppersum in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk met het knusse geluid van regen. Die viel op de microfoon. 10:00 vanmorgen start die parlementaire enquête met de openbare verhoren. Uiteraard gaan we daar veel aandacht aan besteden. En dat allemaal ja, onder het licht van een opdoemend angstscenario voor Groningers tenminste. Dat de gaskraan toch weer deels open zou kunnen gaan als deze winter het gas opraakt. Omdat we het niet meer van de Russen krijgen. We gaan even naar de boeren, want die zijn boos. En die gaan om 12:00 alles de weg opbrengen wat kan rollen, zeggen ze. Hè? Dat zeggen ze inderdaad. Wat ze precies van plan zijn, is niet helemaal duidelijk. Wel zegt de voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, tegen het Algemeen Dagblad, dat het protest niet gecoördineerd is. Als reactie op deze aankondiging dat zij gaan laten rollen wat ze kunnen laten rollen, zo zeggen ze het, stuurt Rijkswaterstaat vanmiddag extra weginspecteurs de weg op om te kijken of boeren inderdaad met tractoren op snelwegen rijden. Als dat gebeurt, wordt de politie gebeld om de boel in goede banen te leiden.
snijden en waar nodig ook wat boetes uit te delen. Of de boeren met hun trekkers daadwerkelijk de snelweg opgaan en de boel gaan platleggen en nou ja, of we hetzelfde gaan zien als vorige week. Dat is dus niet helemaal duidelijk. En daarom geldt het advies van Rijkswaterstaat om de snelheid een beetje te matigen als er toch trekkers op de snelweg rijden. Afgelopen woensdag was er ook die grote demonstratie. Dat was in Stroe. Nou, de weg daarheen en de weg daar vanaf, dat leidde tot enorme files en ellende en ook ophef over, ja, moet je die boeren nou beboeten? Allemaal dat soort vragen. Er werd ook dit weekend nog op kleine schaal actie gevoerd. Ik heb het zelf ook gezien. Langs de snelweg stonden opeens een paar trekkers met borden en geen boer, geen bier, dat soort teksten. En ook na vandaag worden er nog meer protesten verwacht. Morgen wordt in de Tweede Kamer wordt er gestemd over die stikstofplannen. En dan, de energietransitie is in gevaar door de terugloop van techniekstudenten. Ja, steeds minder jongeren die kiezen voor technische opleidingen. Bij de meeste essentiële studies lopen de studentenaantallen zelfs drastisch terug. Blijkt uit een FD-analyse van de instroom op hbo- en universitair niveau. Even voor de cijfers. De instroom bij de hbo-opleiding elektrotechniek is gedaald met 17%. Werktuigkunde 9%. En in het universitaire zie je ook zo'n trend. Bijvoorbeeld aan de Universiteit Twente, dat is een technische universiteit, daar beginnen zo'n 60% minder studenten bij computer science en 25% minder aan civil engineering. En dat is gek, want de vraag van bedrijven naar data-analisten, werktuigbouwkundigen, ingenieurs neemt alleen maar toe. En dat tekort aan personeel, dat is nu al een van de grootste obstakels om te verduurzamen. En dus zeggen ze nu, ja, als er te weinig jongeren zijn die enthousiast te maken zijn voor de techniek, die straks doorstromen in zo'n baan, dan kunnen we het gewoon wel op de buik schrijven, dit hele verhaal met de energietransitie. Het heeft onvoldoende effect gehad, al die initiatieven om jongeren te laten kiezen voor de techniek. Het werkt dus niet. En die arbeidstekorten worden inderdaad, zegt Doekle Terpstra van de Techniek Nederland tegen het FD, de showstopper van de energietransitie. Altijd mooi om Doekle dat soort dingen te horen zeggen. Met zijn typische stemgeluid. Ja, ja. Mooi, ja. Hij zegt ook, in een handjevol technische beroepen die volgens de sector nu het hardst nodig zijn, staan nu 23.000 vacatures open, blijkt uit analyse van een marktonderzoeker. Voor de technieksector als geheel is dat minstens 100.000. En die beperkte instroom komt, paradoxaal genoeg, soms ook juist door die tekorten, omdat de capaciteit voor een opleiding beperkt is. Er zijn namelijk ook te weinig docenten om die studenten dus op te leiden, en daarom moeten sommige opleidingen, ja, nummerus fixen in gaan stellen. Dat levert dus tot allerlei problemen. Nou, het ministerie van OCMW herkent het beeld. Zij zeggen, er gaat meer geld naar hbo-opleidingen waar tekorten zijn, en het kabinet komt voor de zomer nog met nieuwe plannen. Maar, zegt een woordvoerder van het ministerie, meer mensen opleiden is slechts één van de oplossingen voor de arbeidskrapte in de technieksector. Ook de omscholing, innovatie en goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat, Iwan. De Financiële Telegraaf zegt, ontzetting om gedwongen krimp Schiphol. De luchtvaartbranche, bedrijfsleven en de bonden reageren woedend op het feit dat Schiphol van het kabinet moet krimpen naar 440... ja, ik zeg bijna verkeerd, want het is nu 440.000 vliegbewegingen. In diezelfde krant, roestige zeereus miljoenen waard. In de zeetransport is een run op oudere schepen gaande. Zelfs allemaal roestbakken worden nu echt goudmijnen, nu de vrachttarieven op recordhoogte staan. In het FD, de verruiming van het Twentekanaal kost weer 12 miljoen euro extra. De werkzaamheden om het Twentekanaal in Oost-Nederland te verruimen, die worden weer duurder dan voorzien. Dat was al een beetje duurder geworden. Het project was oorspronkelijk begroot op 180 miljoen, komt nu weer 12 bij. In NRC, de schade reikt verder dan de gevels. NRC heeft dus ook aandacht voor de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Volgens de krant is er meer nodig dan alleen onderzoek om het vertrouwen daar terug te winnen. Nou, de Volkskrant wint de prijs voor de slechtste woordgrap. Almere door floppiade. Ah, hadden wij ook kunnen maken. Een stad. Jazeker, een stad in verval. De kop boven de reportage uit de stad, waar het onkruid in sommige buurten meters hoog staat. Volgens bewoners komt dat door de Floriade, waar veel extra geld vanuit de gemeente naartoe moet, zodat dan de Floriade eigenlijk zich afspeelt tussen de stoeptegels waar de kindertjes spelen. In het Algemeen Dagblad, VN-rapport. Cannabisgebruik gestegen door corona, lockdown en legalisering. Het regelmatig gebruik van cannabis is door de toenemende legalisering en corona lockdowns wereldwijd gestegen. En in een rapport waarschuwt de VN dat daardoor de gezondheidszorg steeds zwaarder belast wordt, want het aangestegen gebruik leidt tot meer psychische aandoeningen. Tot zover. En vorige week, weet je nog, stuurden de eigenaren van het beroemde drijvende Jumbo-restaurant uit Hongkong het bericht de wereld in dat het schip zou zijn gezonken in een kilometer diep water in de buurt van de Paracel-eilanden. Ja.
Ja, dat weet je nog. Ja. Nou, wie schetst onze verbazing dat hetzelfde management nu claimt in een verklaring dat het restaurant en de bijbehorende sleepboot zich nog steeds in de buurt van die eilanden bevindt. Niet gezonken? Nou, dat zegt de verklaring niet. Ze zeggen niet of het schip nog drijft of mogelijk van de sleepboot is losgeraakt. Maar het lijkt er wel op dat hij dus gewoon nog boven water is. Wetgevers in Hongkong roepen de regering nu op om een grondiger onderzoek te starten. En de grote vraag is het ding wel verzekerd? Nou, een door de BBC geraadpleegde expert die zegt, dat is zeer onwaarschijnlijk, want, zegt hij, de markt voor maritieme verzekeringen houdt er niet van het risico te dragen voor 50 jaar oude binnenschepen die in het tyfoonseizoen over 1000 kilometer open oceaan worden gesleept. Ik kan me er wat bij voorstellen dat de actuariaat zegt, nou, even niet vandaag. Sinds multimiljonair Gerard Sanderink een relatie heeft met zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek, is niks meer hetzelfde voor de eigenaar van Centric en Structon. Hij ziet zelf ook echt wel een verandering die er geweest is. Maar hij ervaart dat zelf als dat hij een soort slachtoffer is van een heel groot complot. Zijn verhaal hoor je in FD Achtergesloten Deuren. Verkozen tot beste podcast van Nederland. Je vindt hem in je favoriete podcast-app.